harte welkom allemaal in Alde Tienthoven voor weer een volgende uitzending van Theetijd. We zijn begonnen. Goedemiddag. Ik ga Stoutrijk al klaar voor, ja. Precies, ik ga meteen even verhuizen. Ik kom met jou mee. We hebben een hele speciale gast. Oh ja. En die is maar liefst 100 jaar geworden. 100 jaar? En dan zijn wij allemaal heel benieuwd hoe die 100ste verjaardag nou is geweest. We hopen dat we nog lang mogen van genieten. We hopen er nog lang van mogen genieten. Dat hopen wij ook inderdaad. Ja. Had u een fijn feest gehad? Ja, fijn. Ja, was het druk geweest? Druk, heel druk. 100 man geweest? Ja, heel druk hoor. Ja. En er was ook speciaal iemand op uw verjaardag nog geweest, hè? Ja. Ja? Piet Paulusma was Kijk. Geweest. Ja. En toen was u bij SBS6 op de televisie. Ja. Ja, als de weerman van Sint-Jan met de weerman van Nederland, Piet Paulusma. Ja. Hartstikke leuk. Vond u zelf mooi. Ook mooi? Ja. Heel mooi. Precies. En toen zag ik dat u de zomer voor dit jaar voorspelde. Dat was in april. En toen vroeg Piet Paulusma, zou het deze keer een mooie zomer worden? Weet u nog wat u toen geantwoord heeft? Ja, dat het niet zo mooi zou willen worden. Wij vinden het fantastisch dat u hier als eregast bij Theetijd wil zijn. Wij hopen dat u nog heel veel mooie jaren mag beleven. In goede gezondheid. Dat hoop ik ook. Goed. En als iemand jarig is, dan zingen we. Met z'n allen. Met z'n allen. Zal die leven, lang zal die leven. Lang zal leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hiepe de piep. Hey. Hiepe de piep. Hoera. Hiepe de piep. Hoera. Geweldig. Goed. Hartstikke fijn en heel veel plezier van ons mooie programma, meneer Van Os. Teddy, dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ja, wij gaan gewoon aan tafel. We gaan weer koken, denk ik, hè? Ik wil graag aan tafel meneer Tino Consoli van geef hem Bella Italia. Hartelijk applaus. Dag Tino. Hallo, goed. Welkom. De Italiaanse keuken is een hele brede keuken. Ja. Bella Italia heeft dan ook alles of hebben jullie specialiteiten? Zeg van wij gaan meer... Nou ja, ik zeg wel, we hebben, zoals je zegt, de Italiaanse keuken is heel breed. Pasta's, pizza's heel erg bekend, maar ook zeker bij ons vis- en vleesgerechten. Ja. Ook de 7-8 gangen eventueel? Nou, nu hebben we bijvoorbeeld een actie, dus de 19 voor 19. Dan krijg je dus in 3 gangen 19 gerechtjes voor 19 euro. Ik begin met 7 koude, daarna 7 warme en 5 kleine dessertjes. Dus, en dat loopt heel erg goed. 19 gerechtjes voor 19 euro? Ongelooflijk, hè? Ja, en, ongelooflijk. Maar jij bestaat volgend jaar nog? Ja, als het goed is wel. Zolang mijn vrouw bij mij blijft, dan besta ik volgend jaar. Is dat een soort tapas? Ja, is dat Italiaanse tapas? Het woord tapas, dat is bij Italianen niet. Ik zeg al, mijn vrouw is Spaans. En die mag tapas zeggen. Wij zeggen antipasti. Antipasti? Ja. Antipasti. Ja. Het is een familiebedrijf? Ja. Jouw vader is begonnen in Uden? Ja, mijn vader en mijn moeder samen niet te vergeten, met z'n tweeën in 81 begonnen, 1981. Zoals ik net al zei, op Kerkstraat nummer 5355. In 95 naar Kerkstraat 39 gegaan, waar we nu dus zitten. Vorig jaar een restyling gedaan. Jammer genoeg is mijn vader dus vorig jaar tijdens de verbouwing overleden. Dus het eindresultaat, jammer genoeg, heeft hij nu meegekregen. Maar ik weet zeker dat hij, door de druk die we nu hebben, die mensen heeft hij allemaal naar ons gestuurd, dat weet ik zeker. Ja, leuk. Ja. Ik heb even nog een vraag, want jullie hebben meer dan alleen het restaurant. Jullie verzorgen ook catering. Ja. En volgens mij is er ook nog iets van een zaal of een... Ja, ik zeg al, dit jaar hebben we die helemaal geresteld. We hebben een ruimte, dus de Sala da Pranzo, dat is een eetkamer. Voor vanaf 15 tot 40 personen kun je daar in principe ook het à la carte gebeuren doen. In buffetstijl, in menustijl, wat je maar wil. Ja, maar ook een besloten feestje geven. Ja, totaal geen besloten dinertje. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Waar ga jij vandaag de gasten van Theetijd mee verrassen? Nou, we hebben gekozen voor een pasta gerecht. Orecchiette, dat is een oortjespasta. Dus ook lekker makkelijk te eten. Met een matriciana saus. En dat is een saus die eigenlijk origineel uit het gebied van Rome vandaan komt. We gaan het straks afwachten. Want jij gaat dadelijk de keuken in en jij gaat iets lekkers voorbereiden. Zeker. We gaan jou veel succes wensen en alvast bedanken dat je hier bent. Niks te danken, dank je wel. Geef hem een applaus. Dank je wel. Ja, het zomerevenement in Uden is al volgens mij al jaren, want er was al tijdens deze mensen jong waren, was dat al het evenement van het jaar misschien.
En dan heb ik het over de kermis. We hebben twee gasten. Adriaan Sanders komt iets vertellen over de kermis van vroeger. En daarna willen we graag verder praten met Pascal Donkers. En die heeft het over de kermis van 2012 en nog veel verder. Maar eerst graag Adriaan voor Adriaan Sanders. Dag Adriaan. Dames en heren, als wij het over de kermis hebben, dan wil ik het er eerst even over hebben. Waar komt die naam nou vandaan? Hè? Waar komt dat vandaan? En dan gaan we terug naar de vroege middeleeuwen. En in de vroege middeleeuwen weet iedereen dat kerk en staat, dat was eigenlijk één geheel. Dat was nog niet die scheiding die we nu hebben. En wat was nou kermis? Kermis was in eerste instantie het vieren van het feest van de patroonheilige van de kerk. Je ging die dag ook naar de mis. En we denken, ja, dames en heren, er zijn altijd heel veel mensen die doen net alsof ze iets over 1000 jaar geleden zeker weten. Ja, dat doe ik niet. We denken dat het inderdaad kwam van de kerkmis. Dat daar uiteindelijk kermis vandaan komt. Ude had een ontzettend late kermis. De eerste zondag van oktober. Kun je je eigen voorstellen wat dat voor de jonge meisjes betekende? Want je moest voor het donker binnen zijn. Hoe vroeg dat daar in oktober al was? Ik zie een aantal dames zie ik een beetje lachen. De heren wat minder. Daarna was het zo dat rond 1900, dan gaan we naar september toe. Ja, in september heeft Ude zijn kermis. Was voor een gedeelte wel mooi. Bij de boeren was al een heleboel werk weg. En dan was hier de kermis. Maar ook daar zien we toch bij dat het een erg late kermis is. En allerlei mensen hebben de koppen bij elkaar gestoken. Zowel in Ude. Maar ook de kermisattracties mensen. En die hebben gezegd, wij hebben toch het idee dat als we wat eerder staan, het misschien wel beter gaat. En nu hebben we juli. In juli is het nu. En ik denk dat Pascal dat voorlopig nog wel op die datum houdt. Maar dat hoort u dadelijk zelf van hem. Ik lees hier in de krant van 1915. Dat het is kermis te Ude. En het is traditioneel dat daarbij wordt gevochten. Zo geschiedde ook zondagavond. We zien dat Ude, en niet alleen Ude, maar ook de andere dorpen hier, een vrij gewelddadige kermis hebben. We zien allerlei groepen, de boeren, de arbeiders, noemden we het in die tijd, de middenstand, en we zien dat er af en toe behoorlijk wat wrijving is, en er wordt dus ook behoorlijk gevochten. En als we tegenwoordig over onze jeugd praten, die alsmaar rondloopt met gevaarlijke dingen, messen en dergelijke. Mensen, het was in die tijd niet anders. Er werd heel veel met mesken gewerkt. En dan ga ik naar mijn laatste. En die moet jullie allemaal enorm aanspreken. De seksuele verleidingen. Kunt u zich nou voorstellen in die tijd dat elke zondag de pastoor preekte over met name het 6e en het 9e gebod. En kunt u zich voorstellen dat de verleidingen van de kermis dus wel erg belangrijk waren. Meisjes moesten voor het donker thuis zijn. Zeer omstreden hier in Ude, in tegenstelling met over de Peel en Limburg, was het dansen. De pastoor was enorm tegen, de burgemeester was meer voor. Pastoor die zei, elk lichamelijk contact kan tot verkeerde dingen leiden. Er waren ook dingen die goed waren, zei je dan ook, maar dit kon tot verkeerde dingen leiden. Terwijl de burgemeester, en met name rond 1910, 1920, zei, mensen, het is beter dat je ze gecontroleerd met elkaar laat omgaan, dan, en ik pak het letterlijk uit de notulen, dat ze in de spoorsloot met z'n tweeën liggen. Kijk, ik heb zo'n idee dat iedereen dat precies snapt. Het laatste wat er was, was heel nadrukkelijk de omstreden attracties. Met name de carousel. En wat zegt de burgemeester, in de carousel zijn rare dingen gebeurd die in openbaarheid niet kunnen worden gezegd. Daarom ging er die huif ook over, snap je dat? Oké. Okay. En die ging er toch niet zo heel lang over? Die ging er maar. Teddy vindt dat ze te kort overheen hangen. Goed, daar wou ik het bij laten. Dankjewel, Adriaan.
En dan geef hem wel een applaus. Het was een stukje huiswerk over de Udense kermis, wat hij weer voor elkaar heeft. Maar het is ook natuurlijk leuk om te horen, in de tijd, wanneer de meisjes niet meer op tijd thuis hoeven te komen, hoe dat het dan met de kermis gaat. En daarom graag aan tafel, Pascal Donkers, onze kermismeester. Dankjewel, Adriaan. Dag Pascal. Hi. Hallo. Hi. Kopje thee? Lekker. Lekker, hè? De kermis van nu. Want er is toch wel veel veranderd in die jaren, Pascal. Sommige dingen wel en sommige dingen niet, hè, zo te horen. Ja, nee, inderdaad. Ja. Maar de meisjes hoeven niet meer op tijd thuis te zijn en de attracties mogen nog anders? Over de meisjes ga ik gelukkig niet en de attracties die worden steeds mooier en groter. Hè. Ja. Kermis Ude wint al jaren prijzen. Mm-hmm. Als een van de betere kermissen van Nederland, toch? Klopt. Ja. Waarmee onderscheidt Ude kermis zich ten opzichte van anderen? Ik denk vooral de combinatie van een hele mooie, gezellige kermis midden in het centrum van Ude en met de aanwezige horeca eromheen. Juist. Ja. Dus het totale plaatje. Het totale plaatje en vooral de gezelligheid. En speelt de prijs daar nog een rol in? Want ik hoor altijd dat wij dus best gunstige prijs zijn als kermis. Ja, ja, in vergelijking met andere kermissen hebben we zeker interessante entreeprijzen voor de attracties. En dat is vooral heel belangrijk voor de gezinnen en de families. Dat het dus echt een familiekermis is. Dat iedereen de kermis kan bezoeken, alle doelgroepen. En dat het dus betaalbaar is. En het groeit nog steeds? Ja, het groeit nog steeds. Alhoewel we aan het aantal attracties op dit moment wel aan onze max zitten. Omdat de pleinen allemaal bezet zijn. Hoeveel zijn er dan? We zitten tegen de 80 attracties aan. 80 attracties. 80, ja. Jullie hebben themamiddagen of speciale middagen voor de kinderen, voor de gehandicapten. Is er voor de senioren ook een... In Volkel. In Volkel? En, ja, in Volkel. Dat is een hele leuke middag. Ja. Vorig jaar heb ik dat voor het eerst gezien. Dat was in de Schakel. Dat was een hele leuke middag, ja. Maar in Ude hebben we dat... Nee, in Ude is dat helaas nog niet. Dan moeten we dan toch misschien eens verzorgen iets, voor jullie daar. Maar wij krijgen volgend jaar, vanmorgen ook kliknieuws. Ja. Volgens mij gaat het door. Jij hebt nieuws. Ja, we gaan volgend jaar in 2013 naar 10 dagen toe. Kijk. Ja. Nou. En dan komt er een seniorendag. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Zou je dat willen? Een speciale dag voor senioren? Ja. Oké, nou... Dan, ik vind het een heel goed idee. Als jullie daarbij helpen, dan gaan we dat gewoon doen. Nou, dan gaan wij helpen. En dan is er bij deze... Is goed. Wat is er dit jaar speciaal op Ude Kermis wat we nog nooit gezien hebben? Er komt een attractie met een Engelse naam. De Mission Space. En dat wordt de allerhoogste attractie die ooit is vertoond op de Nederlandse en op de Udense Kermis. Die is 80 meter hoog. En daar gaan 20 mensen gaan in een gondel en die gaan dan rondzweven. En zoals het er nu naar uitziet, gaan die echt over de hele nieuwe markt rondzweven. Dus dat wordt heel uniek. Hey, hoe bevalt het je als kermismeester? Ja, heel goed. Ja. Ik ben echt heel blij met de job. Ik doe daarnaast ook nog de markt. Iedere week natuurlijk ook altijd kijken, gezellig op maandagochtend, de warenmarkt. En ja, de kermis is echt het hoogtepunt van mij voor het jaar. Dus ik ben nou heel erg blij dat ik het zelf mag doen allemaal. Maar jij kunt niet op vakantie? Daarna. Oh, daarna. dan is er toch wel markt nog? Jawel, dat gaat gewoon door. Dat is allemaal, dat gaat gewoon door, ja. Heb je nog een, want ik bedoel, als ik over het kermisterrein loop, dan zie ik ook wel veel kabels, hè, want die dingen moeten allemaal aangestuurd worden. En voor mensen met rollators en is het toch wel lastig ooit op het, de markt is al met de oude steentjes die er liggen lastig. Ja. Dus is voor ouderen toch ook wel opletten geblazen. Doen jullie daar iets aan? Heb je daar... Ja, we hebben daar... in onze planning houden we daar zeker rekening mee dat het toegankelijk is voor iedereen, voor rollators, voor rolstoelen en dergelijke. We hebben daar speciale matten voor en we gaan dit jaar proberen zoveel mogelijk kabels weg te werken in de lucht via de stellingen. Oké. Okay. Ja. Dat is ook een hele mooie. Ja. Hartstikke goed. Weer de bekende pleinen in Ude die worden gebruikt? Ja, de bekende pleinen. En daar komt dan, dit jaar komt dan het pleintje voor Theater Markant komt erbij. Ja? Die komt eigenlijk weer... Zeer mooi pleintje. die komt weer terug. Ja. Dus eigenlijk hebben we vier pleinen. De Botermarkt, de Nieuwe Markt, de Markt en dan het marktpleintje voor Theater Markant. Ja. En dan de Biggestraat. Hele mooie pleinen, lekker bij elkaar. En in Markant is iets speciaals nog te doen, hè Maarten? Ja, ja, ben ik heel trots op. Ja. Dat mag ik dan toch even zeggen. Superleuk voor u, want u weet dat wij heel erg rollator en rolstoel vriendelijk zijn met ons theater. Maar Pascal heeft er samen met Roland van der Laak ook voor gezorgd dat er in Theater Markant, dit jaar met de kermis, in de foyer de grootste miniatuurkermis, gratis voor u, toegankelijk, die daar wordt daar gebouwd. Wordt helemaal volgebouwd met allemaal kleine mooie miniatuurkermis. Ja. U bent van harte welkom en uitgenodigd. Met dank aan Pascal. En ik weet zeker dat er een heleboel mensen gaan komen. Ja, ik hoop het, want het wordt echt heel erg gaaf. Dus het wordt echt heel bijzonder. Ik heb even nog één vraag. Ja. Als we 2013 hebben we 10 dagen kermis. Mm-hmm.
wordt het verlenging? Blijft het wel in juli? Ja, het blijft echt. De datum is eigenlijk echt heel erg heilig. Dat is toch wel een soort traditie. Dat zit er echt heel erg in. Dus als je de datum gaat verleggen, dan krijg je toch denk ik meer frictie. Dus het is zoals het nu naar uit gaat zien, is het gewoon het derde weekend, de derde zondag van juli. Ja. Plus de zondag daarop volgend. Heeft er iemand een vraag aan Pascal over de kermis van nu? Ja, daar is een mevrouw die een vraag heeft. En daar hebben wij zo'n loopmicrofoon voor. Dat kan iedereen u kan horen. Is het op dezelfde tijd als de Tilburgse kermis is? Ja. Heb je hem gehoord, Pascal? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, komt u uit Tilburg toevallig of niet? Ik dacht dat zoiets te horen. Ja. Ja, het is, het hangt van het aantal zondagen in juli af. Hè. De ene keer heeft jullie vier zondagen en de andere keer 5 zondagen. En Tilburg zit dat op de laatste zondag en wij zitten op de derde zondag. Dus dit jaar zitten we ervoor en volgend jaar zitten we samen. Pascal, dankjewel. Ja, graag gedaan. Superleuk dat je hier was. En we wensen jou heel veel succes met de kermis in Huje. En dat het maar net zo'n mooi feest blijft als altijd. Dankjewel. Goed zo, dankjewel. 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 Het is gewoon heerlijk om met ons team, want dat doen wij niet alleen Teddy, maar met z'n allen. Het is heerlijk om elke keer zo'n theetijd weer te bedenken en dan ook een beetje te kijken naar het seizoen. En dat we in dat seizoen elke keer weer dingen bedenken. Wat hoort er nu bij deze tijd? Ja. En daar hebben we nou een mooi onderwerp voor. Ja, de zomerkoninkjes. En daar zijn de? Aardbeien. Aardbeien. Van wie zijn die aardbeien? Van Jan. En hij is hier. Geef een hard applaus. Jan van Elzen. Dag Jan. Hey Maarten. Welkom in ons programma. Hey Teddy. Het is een beetje jouw kindje, hè? De aardbeien. Ja. Het is mijn beroep, dus ja. Zit je al lang leuk in de aardbeien? Of? Ja, ik doe het eigenlijk al denk ik 25, 30 jaar. 25. En de aardbeien heeft mij wel altijd meest getrokken. Ik heb wel van alles meer van tevoren geteeld, maar aardbeien, dat was het. En dat zeg ik ook weer. En daar is het nu ook, je hebt verder geen andere producten? Ja, ik doe ook nog aardbeienplanten, maar dat zijn dus ook aardbeien. Oké, dus we zitten helemaal in de aardbeien. Ja, ik doe verder niks anders meer. Ja. Wat ik heel bijzonder vind aan de aardbeien van Jan, want zo staan ze toch bekend. Ja. Ze zijn niet alleen van Jan, maar van jouw bedrijf. Overal zie ik borden staan aardbeien te koop, maar je had het toch niet in je hoofd als je één keer een aardbei van Jan gehad hebt, om die dan ergens anders te houden, want bij jou hoefde echt geen suiker bij te doen. Nee. Waar zit dan dat? Echt, waar zit dan die crux? Nou, dat kan ik toch wel uitleggen. Wij kunnen aardbeien telen voor de consument om ze direct op te eten. Dan hoef je die aardbeien niet onrijp of een beetje onrijp te plukken. Want ik pluk ze rijp en jij koopt ze bij ons en je eet ze dezelfde dag nog op. Je gaat die aardbeien niet bewaren. Maar de aardbeien die de supermarkt ingaan, die moeten een week mee kunnen. Dus die aardbeien moeten niet al te rijp zijn, want na een dag of drie, dan zijn ze over de top en dan vinden ze de consument niet meer lekker. Dat is gewoon het verschil. Wij kunnen veel directer naar de klant toe leveren. Is een aardbei een echt Nederlands product? Ja, dat denk ik wel. Ja, volgens mij nog. Of het typisch Nederlands is, kijk, ze komen overal voor. Maar bij ons in rond Breda hebben ze eigenlijk al een paar honderd jaar aardbeien, denk ik wel. Ja. En natuurlijk echt bij de maand juni, juli altijd, alleen nu dus het hele jaar door. Ja, daar komt omdat ze dan buiten groeien. Maar ik denk dat er procentueel nog geen 20% meer niet afgedekt buiten groeit. Want mensen nemen het risico niet meer. En als je je hele ziel en zaligheid en je kapitaal in een product gooit en het regent de hele zomer, dan kan je niet meer hebben. Nu hebben we ook iets heel speciaals. Hè? Dan duid ik op de automatiek die daar staat. Ja. Het wordt steeds drukker daar aan de Loweg. Het is een kiss-and-go-strook bijna. Ja, het wordt dus iedereen stopt daar, haalt een doosje aardbeien en weer weg. Jullie hebben een soort, ik weet niet of mensen het ooit gezien hebben, zoals je een kroketje vroeger uit de muur trok, zeg maar. Heeft Jan zijn aardbeien staan en dan stop je dus geld in en kun je een bakje aardbeien trekken. Ja. En eigenlijk een gat in de markt, of niet? Ja, we zijn er een jaar of 20 geleden een keertje mee begonnen met 2x8 van die echte kroketautomaatjes. Daar ben ik nog mee op SBS6 geweest, op het jeugdjournaal en zo. Maar ja, dat liep zo goed dat we de poort gewoon open konden zetten en konden ze beter gewoon zo afgeven. En toen zijn we door omstandigheden toch weer gezegd van nou, dat kunnen we eigenlijk allemaal niet hebben, die toeloop. En uiteindelijk, onze kinderen weer wat ouder werden, kregen we wat meer tijd. En dan zijn we weer gestart, maar het loopt zo goed. Ja, dan komt ook een hele grote markt aan, want als de grote ziekenhuis daar klaar is. Ja, dan krijgen wij die vitamintjes, die moeten mee naar het ziekenhuis ja, natuurlijk. Ja, daar zitten we nou al over te denken hoe dat we dat moeten doen.
Ja, dan wordt geen mens muziek dadelijk, maar als ze dan weten dat die arbeider door rood fruit is eigenlijk het beste, toch? Ja, en een kleine verpakking, denk ik. Hè? Dan zit alles in een pond. Dus voor zieke mensen een pond arbeiden, dan is het toch wel heel veel. Dus dan doen we dat maar wat kleiner maken. Ja, er moet iets gebeuren. Maar. Er moet iets gebeuren. We zijn aan het broeden. Maar, goed. Dat zeg jij nu, hè? Door zo'n ziekenhuis geeft dat twee keer. Maar ook jij met jouw bedrijf, of jullie met je bedrijf, moeten blijven nadenken over nieuwe dingen, ontwikkelen. Ja, ja. Ja. Is die aardbeienmarkt, zijn daar beurzen voor, is dat niet, of moet je alles zelf bedenken? Ja, voor die huisverkoop is het geen beurs, want er zit niemand op te kijken. Die veiling hebben we liever dat je alle aardbeien naar de veiling brengt. Maar ook in technieken en dergelijke, zijn daar voor jullie? Ja, de teelt is wel een heel eind uitgekristalliseerd, vind ik. Nou, je moet gewoon bij de beste horen. Hij kan bijna niet meer lekkerder worden, die aardbeien van jullie. Ja, ik hoop het. Toch? Ja, je mag ze proeven dadelijk. Wij gaan ze proeven. We gaan zo meteen naar een muzikaal intermezzo. En dan hebben we voor iedereen zo meteen een lekker beschuitje met aardbeien. Nou, geweldig. Vrij zijn als een vogel. Dat wil toch iedereen. De zon, de wind en de sterren. Vrij als een vogel. Met niemand om je heen. We zijn toch zo druk in ons leven. Slapen en werken elke dag. Mensen, je moet nemen en geven. Bloemen bloeien, ja de zon schijnt met een lach. Vrij zijn als een vogel. Dat wil toch iedereen. De zon, de wind en de sterren. Vrij als een vogel, met niemand om je heen. Lieve mensen, rondom april, Koninginnendag, dan heeft het de koningin behaagd, zoals dat dan zo bijzonder heet, om mensen te decoreren. En dit jaar hebben wij allemaal in de krant mogen lezen dat Kratje hebt een lintje gekregen. Dat moet een heel speciaal moment zijn. Dat klopt. Hebben we een microfoon? Ja, ergens? Die ja. Heb ik hier. Oh. Maar jij wist natuurlijk van niks. Ik wist helemaal van niks. Dat is altijd een verrassing. Ik was... heel verrast toen het zover was. Maar vertel, hoe was het gegaan? Nou ja, ik had een afspraak met mijn dochter, mijn tweede dochter, als Henny, dat ik met haar naar de Sint Maartenkliniek zou gaan, op onderzoek, controle, wat het ook was. Ze belt om 9:30 smergens op en toen zei ze, pap, dan in Nijmegen, dat gaat niet door. Ik zeg, Duske, dat geeft niks. Hè, ze zei, we doen wel iets anders. Ik zeg, dat is goed, maar ze zei, je moet wel een goede pak aantrekken. Ik zeg, dat doe ik, oké, dan zal ik een goede pak aan doen. Had je geen vermoeden, een goede pak aan? Echt niet. Okay. Nee, dan had ik wel een hele drukke week achter de rug. Dus ik zat er helemaal niet mee, met die lintjes regen of net wat het ook waar. Daar zat ik helemaal niet mee. Maar toen Thea thuis kwam, toen zei ze, oh ja, red een goede pak toch aan. Ik zeg, was dan dat toch, een goede pak aan? Ja, dat heb ik zeker, omdat als jij niet wil hebben... Oké, dan gaan we naar Schenny toe. En toen onderweg zei ik, toen zei Thea, we gaan naar de Nieuwe Markt. Ik zeg, de Nieuwe Markt? We gaan toch naar Schenny? Ja, maar jij denkt, zussen, dat altijd over jou gaan. Nou gaan we het over mensen, zussen. We gaan richting de Nieuwe Markt. En we lopen langs de grote ramen van het nieuwe gemeentehuis natuurlijk. En ik kijk naar binnen en daar zie ik al dat volk van ons zitten. He, die kraandebberkes natuurlijk, he, de kindjes allemaal, en die ook alweer groot geworden zijn. Dan denk ik van eigen, ja, maar dat gaat toch niet over, dan zal het wel voor Thea zijn, maar niet voor men. He? Ja. En uiteindelijk, ik kwam in de hal en in de raadzaal en toen moest ik door de knieën. Ja, ik had de regie niet meer in handen. Nee, dan nemen ze het over. Nemen ze het echt wel over, ja. Dat was een heel indrukwekkende gebeurtenis. Ja. Ja, heel emotioneel vond ik, want... Maar naast emotioneel ook wel terecht. Zoveel als jij mooie muziek gemaakt hebt voor mensen. Ja, want je krijgt hem niet zomaar. Echt niet, nee. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Hoe ben je ooit accordeon gaan spelen? Ja, ja.
Ja, dat is... Dat is toch niet een instrument waar ik als eerste uitzoek, denk ik, of wel? Nou, mijn vader, onze vader, die speelde een klein beetje trekzak. En van zijn 18 tot zijn 19 jaar. En die had hij gekocht bij Bert van Boksmeer op de Nieuwsweg. Die had zo'n ding, dat kocht hij voor een tientje. Maar een jaar na de rand verkocht hij het weer voor 12 gulden. En daar heb ik ooit op de kast zien staan. Zo'n gelijke accordeon, waar ze vandaan kwam, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het toch vandaan komt. Gaatje, het is wel laat, maar namens ons allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd met jouw onderscheiding. Je hebt hem dik verdiend en heel fijn dat jij hier waart. Dankjewel. Applaus voor Gaatje Dodmaals. Zomer was het thema vandaag. En ik begrijp dat de kinderen binnenkort alweer vakantie hebben en dat de school dan alweer klaar is. En dat die kinderen die gaan heerlijk vakantie houden. Maar er komt een zomerschool. Heb je daar iets van gehoord, Danny? Ja, dat heb ik gehoord. Er is iets wat bij het plusmenu hoort. Ah. En het plusmenu is van Stichting C. Dus van Dori. Dus van Dori. En ik denk dat we die dan maar eens aan tafel moeten vragen. Want een hartelijk applaus voor Doriat. Dori Summer School. Ja, hè, want die heeft die naam. Hè? Nee, het is eigenlijk gewoon Zomerplus hebben wij erop gezet. Zomerplus. Zomerplus, want het is gewoon een Uurse aangelegenheid. Dus hè, ook een Uurse naam. Maar toen dacht ik, ons moeder, die is, die wordt 92 en die zit in het bejaardenhuis, niet hier in Uur, maar in Venray. En wat vond ik nou? Ik dacht van god, in de zomervakantie is er eigenlijk niks te doen. Of in ieder geval weinig. Ja, kermis. Ja, minder. Kermis. Maar wij zijn allemaal op vakantie, dus ik heb altijd al zoiets gods. Dan zit de moeder weer alleen, dat vind ik dan weer zielig. Maar de vrijwilligers in het bejaardentehuis zijn er niet. Tenminste, in Venray niet, ik weet niet hoe dat in Uur is. Nou ja, die gaan ook op vakantie. Die gaan ook op vakantie. Personeel gaat op vakantie. En als de eigen kinderen dan weg zijn en denken, god, 55-plussers vinden het toch ook leuk om in die zomer iets te doen waar nou net iets, een extra tintje. Gat in de markt. Gat in de markt, hè? Absoluut. Dus, wat heb ik nou gevraagd aan al de grote instellingen? Aan het MIK, de bibliotheek, het Museum voor Religieuze Kunst, de PUL en Theater Markant. Van, kunnen we nou niet iets verzinnen waar echt iets extra's is? Dat ook die mensen die thuis blijven toch een beetje het gevoel hebben dat ze op vakantie zijn. En dat hebben we gevonden, bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeldje noemen. Het MIK, vroeger CKVU, hè, waar ze allerlei cursussen geven. Dan gaan we met een busje, dus die mensen die komen naar het MIK toe en wij hebben een busje geregeld. En dan gaan we met een busje naar de Bedafse Bergen. En daar staan allerlei tekenezels en er staan schilderijen op. En mensen die dat leuk vinden, gaan we lekker buiten op de Bedafse Bergen zitten schilderen. Prachtig. Een lekkere lunch erbij, mooi weer hopen wij. En als het niet mooi weer is, dan gaan we gewoon bij Paul Verbossen binnen zitten. Maar dan is het keigezellig. Maar het zijn dus allemaal soort vakantiedingen. Het is wel een hele organisatie. Ja, nou, dat valt nogal mee. Ja, want omdat jij zegt, er zijn zoveel mensen op vakantie. En, ja, dus, ja, daar is het enige geregeld. Lastige. Dus de instellingen die zelf eigenlijk ook vakantie hebben, die zeggen dan, nou, weet je wat, dan zorgen wij in ieder geval dat we... Ze hoeven ook allemaal maar één ding te organiseren. Dus dat is wel mooi. En dan hebben we toch al vijf grote dingen. Dus we hebben gezegd, in vijf vakantieweken zorgen we dat er iedere week... iets is. Wat ook nog een hele mooie is, daar ben ik ook wel trots om te vertellen, is dat bijvoorbeeld bij de Biep hebben we iets gedaan van hoe kunnen nou mensen die thuis blijven contact houden met hun kinderen. Dus we hebben speciaal voor ouderen een cursus nieuwe media. Hoe kunnen nou mijn kind twitteren of facebooken of hives doen en allemaal mooi op een langzame manier uitgelegd. En op die manier is het ook voor de thuisblijvende ouderen leuk om contact met hun kinderen te houden. Want die doen dat allemaal op die manier. En dan kan oma mooi ook eens terug hiven of twitteren. Krijgen of... daar ook allemaal twitters uit Venray? Ja, dat denk ik. Ja. Als een smoeder daar ook duw. Ja, geweldig. Ja. En gaat Dori zelf ook nog op vakantie? Dori gaat zelf ook op vakantie, maar Dori gaat wel mee naar het Bedafse Berg. Want ik vind het toch wel mooi om daar de blote kontenberg te schilderen. Oké. En jij hebt nu de brochure bij, voor de mensen die dat graag die wou hebben. Ik aan Teddy geven, dan kan die mooi wij die, bij jullie neerleggen. En wij hopen echt ook mensen die denken van ja, maar ik kan niet meer fietsen of ik kan niet meer maar ik vind het wel leuk om mee te doen. Ja. Schrijft wij je in, zet er iets bij en dan, we regelen echt iets dat kan. Gewoon allemaal lekker inschrijven en het komt helemaal goed met het zomerplusmenu. Ja, okay. Dankjewel. Nou, geweldig gewoon. Super. Ziezo, het volgende onderwerp. Oh, ziezo. Ziezo. Eegmanders. Eegmanders. En we mogen jou feliciteren.
Ja, dat mag, gelukkig. Officieel dierentuin even. Officieel dierentuin in Volkel, ja, gemeente Uden. Dat is toch prachtig? Ja, dat is super. Ja. Dat is, was een wens? Ja, dat is een droom. Ja. Dat is geen wens, dat is een droom. Maar dat, ja, dat is iets wat tegenwoordig zo super moeilijk is om dat op te zetten. En vooral met de middelen die wij hadden, Gin. Dan is dat ja, een droom die waarheid is geworden, ja. Ja. Wie beoordeelt dat? Wie is er een overkoepelende organisatie die dierentuinen beoordeelt? Of? Ja, we hebben een dierentuincommissie en die is samengesteld door het ministerie van Landbouw. Daar zit het VWA in, dat is de Voedsel- en Warenautoriteit, dierenartsen, dat is een hele groep mensen, die komen dan. En die controleren dat en dat wilde niet geloven, maar die kijken echt alles na. Die kijken in het randje van de diepvries, die wilden iedere voerton ook de onderste bodem zien. Het moet allemaal super, ja, eigenlijk voor 300% in orde zijn. En jullie hebben wel een hele speciale samenwerking, hè, in de verzorging van de dieren in de dierentuin. Hè? Ja, dat is nou een godsgeschenk eigenlijk voor ons en voor hun. Wij werken nou met Autisme Totaal samen. Dat is een heel groot zorgcentrum, dat gaat echt over autistische jongeren. Ja. En die krijgen momenteel helemaal geen kans om op te starten voor een baan. Want een bedrijf wil tegenwoordig jongens hebben die voor 140% kunnen werken en niet voor 40%. Maar ook die jongens moeten leren hoe ze een beetje in de arbeidsmarkt komen. En toen is Autisme Totaal bij ons gekomen, omdat wij vaker autistische jongeren hadden. En die zeggen, als wij nou eens samenwerken. Ik zeg, ja, dat wil ik wel doen, maar ja, het gaat allemaal nog, ja, het is allemaal nog een beetje kneuterig eigenlijk. En nou, zeggen ze, daar kunnen wij wel een beetje verandering in brengen. Nou, en dat hebben ze ook echt gedaan. Dat is super. En hoeveel zijn er dan bij jullie aan de slag? Momenteel, omdat we ja, nog helemaal geen gebouw hebben, zijn we wel mee gestart nou met het hoofdgebouw. Lopen er 6 jongeren per dag bij ons mee. En die voeren mee, die doen de tuin, die doen eigenlijk al mijn klusjes en zo allemaal. Om zo toch ook te leren van, we moeten op tijd zijn. Zo laat is het schaft en we moeten ook doorwerken. Het is niet alleen maar spelen. Ja. Dat gaat heel goed. En omdat ze nou, ja, dat het zo goed gaat, komt nou de hoofdgebouw. En dan is het, ja, we hebben er nou ook 4 hectare bij gekregen. Dus nou wordt het 5 keer zo groot. Is het voor de senior goed toegankelijk, echt? Ja, het is voor de senior goed toegankelijk. Ik moet zeggen, de laatste keer hadden we nieuwe paden aangelegd. Daar lagen we iets te grove grind op. Die zijn we nou aan het wegharken geweest. Want dan is het toch ooit lastig met een rollator of een rolstoel. Maar als het goed is, zijn die nou weg, die grotere stenen. En dan kunnen ze gewoon mooi, is alles verhard. En dan kunnen ze toch mooi rond. Ja. En in het gebouw willen we ook rolstoellift hebben en zo allemaal. We willen het echt helemaal rolstoel toegankelijk houden en ook rollator toegankelijk. Echt, dankjewel voor jouw verhaal. Namens alle de toeschouwers van Theetijd, die volgend jaar, zeker als Gemero bent, allemaal bij jou komen kijken, dat weten wij zeker. Dank wel jou hartelijk en heel veel succes. Nou, hartstikke dankjewel. Bedankt. De Alde Tienthoven bestaat 15 jaar. Kijk. En daar wordt een feestje omgebouwd natuurlijk. En daarvoor willen we graag 2 mensen even aan tafel. En dat is mevrouw Peulen en? Paul zelf. Hartstikke leuk. Gezellig. Nou, geef ze een hartelijk applaus. Welkom in jouw eigen huis. Ja, precies. In 1997 is dit complex geopend. Toen de tijd was er voor ouderen in Uden nog erg veel behoefte aan het echt zelfstandig wonen, maar dan met meer zorg bij de hand. En ik begrijp, mevrouw Peulen, u woont in Alde Tienthoven? Ik woon in Alde Tienthoven. En u bent nu mede-organisator van het feestje? Ja, inderdaad. En we hebben van de Vereniging van Eigenaren een bedragje gekregen dat we met de bewonerscommissie en met Paul niet te vergeten, want dat is natuurlijk de hoofdmoot, dat we een feestje kunnen organiseren. En wat voor een feestje gaat het worden? Dat wordt een tuinfeest. Een tuinfeest? Ja. Zullen wij onze parasol dan uitlenen? Graag. Nee, dat hoeft niet, want Paul die zorgt altijd voor een prachtige tent. Ja. Hele grote tent achter op de parkeerplaats. Nou ja, daar hebben we ruimte genoeg. Maar de organisatie is helemaal klaar voor? Jullie hebben alles in kannen en kruiken? We hebben het meeste is in kannen en kruiken. Nu we dit feest georganiseerd hebben, gaan we weer verder. Want we willen toch ook de mensen buiten Alde Tienthoven kennis laten maken met Alde Tienthoven. Dus dan gaan we op zaterdag 22 september voor alle bewoners van Uden en omgeving, voor hetzelfde hele land. We hebben afgelopen week een mooi interview gehad voor een landelijk blad VVE-belang. En daar staat in augustus een mooi artikel in over ons. En dat is mede mooie reclame natuurlijk. Dus op 22 september, op zaterdag, hebben we open dag van 10 tot 4 uur 's middags. En dan is iedereen van harte welkom. We gaan het programma afsluiten. Ja. Wij gaan Theetijd afsluiten, Teddy. We gaan op vakantie. Wij gaan op vakantie. Wij
gaan in september terugkomen? Wij gaan 28 september terugkomen en 28 september komen aflevering we vanuit Sint-Jan. Nummer 9. Ja. En vanuit Sint-Jan weer? Dan komen we weer vanuit Sint-Jan. En ik wens voor de rest iedereen denk ik een hele mooie zonnige zomer. En voordat we echt af gaan sluiten, misschien toch eens een keer ook nog eventjes de mensen van Skyline Televisie een applausje geven. Want het is zo superleuk dat dit gewoon uitgezonden wordt. En dat u er ook kan genieten van dit mooie programma. U allemaal dank u wel. Onze gasten dank u wel. Het was weer een heerlijk programma. U heeft lekker geluisterd. U heeft er veel van ons gehoord. Wij wensen u een fantastisch mooie zomer. Meneer Van Os, het wordt gewoon toch lekker weer en meer. Dat weet ik zeker. Komt allemaal goed. Tot na de zomer. Toi, toi, toi. Tot ziens. Dankjewel.